vangen we dit onze samen zijn aan met het zingen van Psalm 123 en daarvan het eerste vers. Psalm 123, het eerste vers. Gevraagd voor een gedeelte uit Gods heilig woord en wel de algemene zendbrief van de apostel Jacobus, het vijfde hoofdstuk. Dus we noemen nu Jacobus 5. Welaan u, gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden die over u komen. Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn van de motten gegeten geworden. Uw goud en uw zilver is verroest. En een roes zal u zijn tot een getuigenis, en zal uw vlees als een vuur verteren. Gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. Zie, het loon der werklieden die uw landen gemaaid hebben, het welk van u verkort is, roept. En het geschrei dergenen die geoogst hebben, is gekomen tot in de oren des Heeren Zebaoth. Gij hebt lekkerlijk geleefd op de aarde en wellusten gevolgd. Gij hebt uw harten gevoed als in een dag der slachting. Gij hebt veroordeeld, gij hebt gedood de rechtvaardigen en hij wederstaat u niet. Zo zij dan, langmoedig broeders, tot een toekomst des Heren. Zie, de landman verwacht de kostelijke vrucht des lands. Langmoedig zijnde over dezelfde, totdat hij de vroege en spade regen zal hebben ontvangen. Wees gij ook langmoedig, versterkt uw harten,
van de toekomst des Heren genaakt? Zucht niet tegen elkander, broeders, opdat gij niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld des lijdens en der langmoedigheid de profeten die in de naam des Heren gesproken hebben. Zie, wij houden hen gelukzalig die verdragen. Gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord en gij hebt het einde des Heren gezien, dat de Heere zeer barmhartig is en een ontfermer. Doch voor alle dingen, mijn broeders, zweert niet, nog bij den hemel, nog bij de aarde, nog enige andere eed, maar uw ja zij ja, en het nee, nee, opdat gij in geen oordeel valt. Is iemand onder u in lijden, dat hij bidde? Is iemand goedsmoeds, dat hij psalm zinge? Is iemand krank onder u, dat hij tot zich roepen, de ouderlingen der gemeente, en dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in de naam des Heren? En het gebed des geloofs zal de zielen behouden, en de Heere zal hem oprichten, en zo hij zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Beleid elkander de misdaden, bid voor elkander opdat gij gezond wordt. Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. Elia was een man van gelijke bewegingen als wij, en hij bad een gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde in 3 jaren en 6 maanden. En hij bad wederom, en de hemel gaf regen, en de aarde bracht haar vrucht voort. Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en hem iemand bekeert, die weten dat degene die een zondaar van de dwaling zijns wegs bekeert, een ziel van de dood zal behouden en menigte der zonden zal bedekken. Onze hulp en onze enige verwachting zij in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en die eeuwiglijk leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Bemeent, het is een dag van afzondering, een biddag voor gewas en arbeid, zoals het dan ook genoemd wordt. Ach, het is ook een goddelijke instelling, waar we kunnen lezen op verscheidene plaatsen in het goddelijke woord. En dan der bededagen, dan der vaste dagen, en dan der boetedagen werden uitgeschreven en uitgeroepen. Ook in het Gods woord komen we het menigmaal tegen. Ja, nou mogen we bij elkander zijn gemeten op deze dag van afzondering. Een biddag voor gewas en arbeid. Een zegen komen te vragen of het veld gewas zou mogen groeien. Een zegen te mogen vragen over onze dagelijkse arbeid. Voor het komende seizoen wat voor ons ligt. Als de Heer en ons het leven geeft, een biddag, gemeente. En wat zal dan nou waarlijk een biddag zijn, gemeente? Ach, een ware biddag, een bededag, dat zal een boetedag zijn. Dat zal een dag wezen, gemeente. Waar we al met elkander zijn begonnen uit die 123e psalm. Ik hef tot u die in den hemel zit mijn ogen op hem bid. Ach, gemeente van Kinderdijk, zijn we vanmorgen, ja, zo al begonnen, hebben we zo nog weinig de nachtelijke uren doorgebracht. Ach, aan dan ook deze dag die de Heer ons nog geeft, en nog laat zijn er zulke uren nog geweest, zijn er zulke nog geweest die daar worstelende zijn, aan den troon der genade om nog een zegen te vragen, ook over deze
deze dag van afzondering? Of komt het alles maar te wezen voor mij en uw gemeente, dat we maar door en voort komen te gaan, dat het maar naar gewoonten is, ja, biddag, dankdag, en weer biddag, dat we zomaar door komen te leven en voortkomen te gaan, en dat we reizende zijn naar die grote, naar die ontzaglijke eeuwigheid. Ach, daar lees ik van, gemeente, in Prediker 10, en daar van dat 16e vers, daar lees ik van die wijze koning Salomo. Wee u, o land, lezen we. Daar komt Salomo het twee over een land uit te spreken. En daar lezen we in Prediker 10, het 16e vers. Wee u, land, welks koning een kind is en welks vorsten in de morgenstond komen te eten. Wee u, ja, welks koning een kind is. Ja, dat betekent naar zijn jaren of zijn verstand. Dat betekent in de onkunde, in de onwaarde, in de onreinigheid. Gemeente, dat betekent in de moedwillige zonde en de goddeloosheid. Wee u, welks land, ja, een koning een kind komt te wezen. Als we dat voorlezen in Prediker 10, dan beluisteren we dat de Salomo de onderdanen aankomt te spreken. Dus het land en het volk. En hier beluisteren we dat de koning en de overheid aangesproken is. Ja, en welks vorsten komen te eten. Ja, daar zeggen de kanttekenaren van, dat is onmatig. Eten en drinken, laat ons maar eten. Laat ons drinken en laat ons vrolijk zijn. En wanneer komen ze dan te eten en te drinken? Dat lezen we ook in Prediker 10, dat is in de morgenstond. En die morgenstond, ja, daar komt die wijze koning Salomo nou mee te bedoelen. Dat is nou de beste tijd, die morgenstond, om daarin den Heere te vragen, den Heere te zoeken, den Heere te dienen, den Heere te vrezen in de morgenstond, in die bekwame tijd. En ach, daar komt het te wezen ook, gemeente. Ook in ons land en in ons volk. En we mochten er maar eens mee tot onszelf een inkeren, gemeente. Dat is persoonlijk mocht worden. Wee uw land. Wee uw man of vrouw. Ja, welk wat er staat, welks koning en kind is. Ja, die door komt te gaan in de ongerechtigheid. In de goddeloosheid en in de boosheid. Ja, en welks vorsten. Ja, in de morgenstond komen te eten. Dan we die kostelijke tijd. Gemeente, dat we die voorbij komen te laten gaan, in eten, drinken, vrolijk zijn, dat we die morgenstond, ja, die tijd, die den Heeren ons geeft en het toen nog roept, wend u dan nog naar mij toe en wordt nog behouden, dat we die tijd voorbij laten gaan, moeten we niet zeggen, gemeente, wee uw land en volk, wee uw vorstenhuis, wee uw kerkelijk Nederland, moeten we op alles niet komen te getuigen, gemeente. Dat het ongenoegen, het oordeel erop komt te rusten. Land en volle kerk en staat. En nochtans, gemeente, ach, hoe donker ook de tijd komt te wezen. Daar zullen we toch, als de Heer het ook geeft in deze uren, wensen bij stil te staan. Ook ten tijde van Elia, ten tijde van Achab, ach. Toen werd het ook uitgesproken, wee uw land. De oordelen kwamen over land en volk te gaan. En nochtans, gemeente, ach, het volk kwam zich niet te bekeren ten tijde van Achab. Maar den Heere, ja, wilde nochtans ook op dat volk nog met ontferming ten neerzien. Want ook in die donkere tijd, ten tijde van Achab, was er nog een Elia. En waren er nog 7000 overgebleven door de knieën. Voor Baal niet hebben gebogen. En daar hadden we dan gedacht. In deze uren uw aandacht een ogenblik bij te bepalen. Konnen mocht het zijn met de hulpen des Heren. Hetgeen u kunt vinden opgetekend in het u voorgelezen schriftgedeelte, de algemene zendbrief van de apostel Jacobus, het 5e hoofdstuk, en daarvan nader de verzen 17 en 18. Jacobus 5, de verzen 17 en 18, waar Gods woord en onze tekst aldus luidt. Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij, en hij bad een gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde
in 3 jaren en 6 maanden. En hij bad wederom, en den hemel gaf regen, en de aarde bracht haar vrucht voort tot zoverre. We hadden gedacht om boven deze tekstwoorden te zetten, daar zien wij een geschonken gebed voor land en volk. En willen stilstaan bij een drietal gedachten. Ten eerste zien wij wat van Elia staat opgeschreven. En ten tweede stilstaan, de oordelen zijn gekomen. En ten derde onder het oordeel verhoord. Dus een geschonken gebed voor land en volk. Ten eerste wat van Elia staat opgeschreven. Ten tweede, de oordelen zijn gekomen. En ten derde, onder het oordeel verhoord. Voor we daartoe overgaan, willen we er eerst van zingen uit Psalm 79. En daarvan dat eerste en het zevende vers. Getrouwe God, de heidenen zijn gekomen. Zij hebben stout uw erfland ingenomen. Jeruzalem, den tempel, uw altaren, het ligt al verwoest door die geweldenaren. Uw knechten zijn geveld, door hun verwoed geweld, hun lijken onbegraven, verzaden na hun dood, gedierd in hongersnood, en gier en kraai en raven. En wat er verder volgt, het eerste en het zevende vers van Psalm 79. Thank you.
Gemeente, we hadden genoemd onze eerste gedachte in onze tekstwoorden, wat wij zien, wat van Elia staat geschreven. Wat we zo voor ons hebben liggen is de algemene zendbrief van de apostel Jacobus. Wij weten zo, daar zijn onderscheidene zendbrieven, er zijn brieven die zijn geschreven aan gemeentes of aan kerken, zoals we weten, brieven aan de Romeinen, de Efeziërs of de Corinthiërs. Wij weten ook, de brieven zijn er aan bepaalde personen, aan een Timotheus, een Titus of een Filemon. Maar er zijn ook de algemene zendbrieven die geschreven zijn. En daar zien wij ook hier een van die zendbrieven, die algemene, die geschreven zijn aan de verstrooide Joden, die christenen zijn. En die daar in de verstrooiing en daar in de verdrukking, ja, somtijds in de vervolging komen te verkeren. En buiten Jeruzalem, buiten Israël. Ja, de zulke waar ook deze Jacobus een brief heeft geschreven. Waar we lezen in het begin van Jacobus 1. En dat hij geschreven is aan de 12 stammen. Ja, aan de 12 stammen die verstrooid kwamen te wezen. De stammen Israëls. En wij weten zo uit de geschiedenis. Ja, de 12 stammen Israëls. Hoe dan die ook in de verstrooiing zijn terechtgekomen. Ten tijde van de koning Rehabiam waar het 10 stammenrijk ja, zich losgescheurd heeft. En waar Juda en Benjamin is overgebleven. En waar Jerobeam koning geworden is over het 10 stammenrijk. Maar we weten ook in diezelfde tijden, waar er zo wat jaren later van de profeet Jesaja en Jeremia, die geprofeteerd hebben van over die stammen, of het 10 of het 2 stammenrijk, ja geprofeteerd, ja dat er vervolging, dat er verdrukking, dat land en volk verwoest zal worden, vanwege de zonde, vanwege de Baals, en vanwege de afgoden. Diensten. En zo is het ook geweest, de bestemde tijd op Gods tijd, waar het 10 stammenrijk is weggevoerd door de Assyriërs en het 2 stammenrijk door de Babyloniërs. En zo zijn dan dat volk Israël, dat is daar in de verstrooiing terechtgekomen. We weten later ten tijde van Kores dat daar ze terug hebben mogen keren, maar toch is er een overblijfsel, dat is daar in de verstrooiing gebleven. En later ook ten tijde van het Nieuwe Testament, onder die keizer en koningen Vespasianus en Titus, ja, waar gans Jeruzalem verwoest is geworden, een stad en tempel en puinhoop, en waar het Israël verstrooid is geworden, over de landen en over de volken, naar alle waarschijnlijkheid, deze brief van Jacobus, waar ze van schrijven dat dat laatste nog niet geweest is. Maar hoe het zij, gemeente, ach, het is een brief aan die verstrooide, het is een brief aan die verdrukte gemeentes, het is een brief aan de zulke, ja, die daar het leven in eigen hand niet meer hebben kunnen houden. Zijn er dan vanmorgen, ja, zo aan de kinderdijk, zijn er ook van die verstrooide, zijn er nog van die verdrukte, zijn er nog van die door onweder voortgedreven opgekomen, ja, zijn er de zulke nog gekomen, die hebben het leren kennen, dan ze hier op vijands grondgebied zijn levende. Er zijn de zulke nog die hier het aarde, als een woestijnleven hebben leren kennen, en dat het hier het land der rusten is. Het is een brief aan die verstrooide, aan die gelovige Joden in zonderheid. En deze Jacobus, ja, dat is niet geweest. De broeder van Johannes, ja, de zoon van Zebedeus, want dat kunnen we lezen, die is onthoofd geworden ten tijde van Herodes. Naar alle waarschijnlijkheid er ononderscheiden over geschreven. Eén ding is waar, deze Jacobus is een apostel des Heren geweest. Waarschijnlijk een zoon van Alfeus. Maar deze Jacobus, die zien we toch menigmaal terug.
Als we zien in Handelingen 15 en 21, op de eerste synode in Handelingen 15 te Jeruzalem, daar zien wij deze Jacobus, deze briefschrijver, die zien we daar een voorname plaats innemen. Na de derde zendingsreis van Paulus, daar zien wij ook een ontmoeting tussen Paulus en deze Jacobus. Ja, in Galaten 1 vers 19, dat lezen we al, en van de eerste ontmoeting ook van Paulus en deze Jacobus. Jacobus, een postel des Heren, ja, die heeft mogen schrijven en op mogen tekenen, ook deze brief, gemeente. En die Jacobus, die heeft in zonderheid geschreven, niet zo aangaande zozeer de leer, maar die komt daarin te schrijven tot vertroosting, tot bemoediging, tot versterking in de verdrukking. Ja, die komt te schrijven voor de arme kerk des Heren. En gij hebt leidzaamheid van nodig. Ja, die Jacobus te midden, vandaar dat volk dat in de verstrooiing kwam te verkeren, die heeft daarop mogen tekenen en deze brief mogen schrijven aan zulke volk. Ja, daar ze een weg zouden komen te gaan. Ja, daar ze niet in opstand zouden verkeren. Want dan kunnen we lezen, die menigmaal die verstrooiden, die werden verdrukt door de rijken. Want de rijken kwamen daar te wezen. En die kwamen daar, die verstrooiden onder die verdrukking. Die werden daar in banden en in boeien. Die kwamen in vervolging te verkeren. Maar ach, daar zegt die Jacobus, om nou niet in opstand te komen, maar om daar zich nou aan te onderwerpen. Want het zal toch wezen, zegt ook deze Jacobus, waar die het wee heeft uitgesproken, gelijk een Salomo, over land en volk. Maar ook deze Jacobus het wee uitgesproken over zulke rijken, ja, die nou Gods volk komen te verdrukken. Daar heeft deze Jacobus het wee over uitgesproken, over degene die Gods volk aankomen te raken en Gods volk daar acht komen te gaan. Ja, waar ze van alle kanten benauwd en geprang komen te worden. Maar daar zien wij ook deze Jacobus gaan schrijven. In welke weggemeente? Ja, daar ze nou die leidzaamheid zouden mogen beoefenen. In welke weg dat volk die weg nou zou moeten gaan? En welke weg kom je op Jacobus dan aan te bevelen en aan te schrijven? Dat is de weg van het gebed, gemeente. Ja, de weg van het gebed. En zo zien wij ook dat volk daar in de verstrooiing en in de verdrukking. Daar wijst nou Jacobus aan om nou in de weg van het gebed hun weg te mogen bewandelen. Ja, en Elia, een profeet, een kind en een knecht des Heren. En wat lezen we van die Elia? Ja, onze eerste gedachte, wat van Elia staat geschreven. En daar staat, Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij. Ja, deze Elia, deze profeet, ja, dat was nou ook een mensenkind. En er was ook een gevallen mensenkind, dat was ook een Adamskind. Daar woonde ook geen goedzin van nature. Die Elia, daar was nou een mensenkind, gemeente, van nature. Ja, net als u en ik zijn, en hoe zijn wij, gemeente? Of dan we het geloven of niet, maar van nature zijn we God en onze naaste haten. Het is de algemene goedheid, de algemene genade nog, gemeente, dat we hier zo nog bij elkaar mogen zitten. En dat we nu als leeuwen en beren tegen elkaar opstaan, hoor. God en onze naaste, ja, van nature zijn wij hatende, maar nou geeft zijn Heren het nog. Ach, is een algemene goedheid en er zijn een lange langmoedigheid, nou ook vanmorgen en deze dag, ja, dat we zo ons plaatsje nog in hebben mogen nemen. Elia was een mens van gelijke beweging als wij. Elia, ja, waar zien wij die man in? Die komen we tegen in het Oude Testament in 1 Koningen 17. En 1 Koningen 18, Elia, ja, die daar ten tijde profeet geweest is, ten tijde van die goddeloze koning Achab met zijn vrouw Izebel. Ja, Elia, en wat betekent die naam Elia? Dat betekent kracht Gods, gemeente. Of Elia, dat betekent de Heere is mijn sterkte.
Ja, deze Elia, dat was een mens van gelijke beweging als wij, gemeente. Dat was een gevallen mensenkind, dat was een Adamskind. Daar woonde geen goed zin, gemeente. Nee, ook bij die Elia kwamen te wezen, zoals het bij mij en u van nature komt te zijn. Dat er niets meer is wat naar God vraagt en niets wat naar God zoekt. Nee, gemeente, dat wij alle tezamen van de levende God zijn afgeweken. Het is biddag voor gewassen arbeid, gemeente. Getracht daarin zal er worden deze dag zegen te vragen over het komende seizoen. Waaraan gemeenten als op alles komen te zien wie en wat we zijn en hoe we het erdoor komen te brengen. Daar hebben de ouden al van getuigd dat we Gods lieve geest zo weggezonden hebben, gemeente. En in welke dagen, dan moeten wij bij onszelf beginnen. In welke dagen komen we dan nu te verkeren, gemeente? Als de ouden dat al gezegd hebben en dat in onze dagen, dan moet de bede wel zijn. Och, dat ons hoofd maar water waren, onze ogen een springader van tranen, om maar dag en nacht te mogen bewenen, ook op deze middag, dag en nacht te bewenen, de breuken die er ligt tussen God en onze arme ziel, de breuken die er ligt tussen land en volle kerk en staat, wat ook op kerkelijk Nederland hoort, ook oud gereformeerd voor gemeente, welk kerkverband komt te wezen, ach het oordeel kom overal op te rusten, we hebben de geest zo weggezonderd, och het mocht wel zijn, voor mij en voor u gemeente, dat we waarlijk onszelf recht mochten leren kennen. Gelijk hier staat Elia, daar was een mens van gelijke beweging als wij, maar die Elia gemeente, die had zichzelf leren kennen. Die Elia, die was aan de weet gekomen hoe groot zijn zonde en ellende waren. Die Elia had het mogen leren gemeente, van waaruit kent gij uw ellende uit de wet Gods, want door de wet is de kennis der zonde gemeente, en als we daar geplaatst worden voor de spiegel van Gods heilige wet, de geestelijkheid van de wet gemeente, waar zal er aanwezig gemeente, dat was zonde zonde en dan was schuld schuld hoor, ja gemeente, dan hebben we geen bestaan meer voor God, ja, dan is het omkomen, dat is verloren, is het altijd zo geweest gemeente, ja zijn we zo geschapen gemeente, ach die eerste mens Adam en Eva, God kwam haar vanuit den hemel te zien en ziet het was, het is zeer goed, gemeente, het pronkjuweel zijner schepping, maar ach gemeente, het heeft de mens niet goed gedacht. God in erkentenis te houden. Hebben vrij en moedwillig God de rug en de nek toegekeerd. En we zijn alle tezamen in ons verbondshoofd Adam. En zijn we van de levende God zijn we afgeweken. We hebben God de rug en de nek toegekeerd. En we zijn de duivel de wereld, ons eigen goddeloze boze bestaan. Gemeente, dat zijn wij toegevallen. En wij zijn van beelddragers Gods. Zijn wij beelddragers des duivels geworden, gemeente. En God kwam vanuit de hemel te zien. Van nou nog iemand was die verstandig was. Of van nou nog iemand was die nou naar God kwam te zoeken, gemeente. En hij vond er geen. En er zal er vanuit onszelf, van een mensenkind, ook nooit geen eentje komen. Nee, gemeente. Vanuit een mensenkind is dat een eenmaal onmogelijk. We liggen dood in de misdaad en de zonde, maar gemeente, de Heere roept het ons wel toe hoor. Bekeert u nog, o mensenkind, wend u dan nog naar mij toe, en wordt nog behouden, Elia, was een mens van gelijke beweging als wij. Onze eerste gedachte wat van Elia staat geschreven, ja, zo'n Elia, dat was nou ook zo'n mens, dat was nou ook zo'n gevallen Adamskind, maar die Elia, gemeente, ja, die was van God opgezocht. En die had niet enkel leren kennen hoe groot zijn zonden en ellende zijn. Nee, die Elia had leren kennen, ja, die naam, die ook zijn naam komt te betekenen, kracht Gods of de Heer is mijn sterkte. En daar staat er, ja, Elia de Tisbiet. Dat betekent dat Tisbiet, dat is eigenlijk de bekering. Dus die Elia, ja, die heeft die naam mogen beoefenen. Die heeft mogen beoefenen, God is mijn sterkte en kracht. Ja, die heeft mij leren kennen door de weg, ja, Tisbiet. Door de weg, gemeente, van de waarachtige bekering. Ach, heeft deze Elia zijn wegje mogen gaan. En de tijd, gemeente, van die Elia. Ach, het was zeer donker. Het was zeer boos. Het was zeer goddeloos. We hebben het al genoemd, gemeente. Ja, daar kwam die goddeloze Ahab. Ja, die kwam daar koning te zijn met zijn Tyrische vrouw Izebel, die daar uit het heidenlanden afgoden, de Baals, de altaren, de bossen, ja, ingevoerd had. En die Ahab,
die is met zijn vrouw meegegaan. Die Agab, die had nog 3 zonen. En dan kunnen we lezen, dat waren nog, we zouden zeggen, Bijbelse namen. Die Agab had nog wel een weinig godsdienst. Maar hij is met zijn vrouw, is die meegesleurd. Met zijn vrouw is die de Baals, is die de afgoden ingegaan. Horen we het ook, jonge mensen en jeugd. Waar we daar ook in alles over onze voorzichtigheid moeten betuigen. Als we ook jong komen te zijn. Ach, als we zien op deze Agab. Ja, we weten, en elk mens is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Maar die Agab is ook in zonderheid door zijn vrouw. Is die in een goddeloos leven terechtgekomen. En zo kan het zijn ook, jonge mensen, dat we zo elkander mee komen te voeren, elkander mee komen te slepen, van de waarheid af komen te trekken. Of we gaan om naar een ander veld, of we komen ach van alles af te keren. Ach, het mocht zijn, nog ook jeugd en jonge mensen, dat de Heere er ons nog voor mocht bewaren, maar dat we nog mochten blijven, ook bij Gods woord en bij de eenvoud van zijn getuigenis. En ook daarin onze keuze zouden mogen doen, jeugd en jonge mensen, niet een keuze net als Agab en Izebel, maar dat we een keuze mochten doen om het nog in de eigen erven te mogen zoeken en op Gods tijd daarin ook nog de weg zou te mogen vinden. Elia was een mens van gelijke beweging als wij. Ja, gemeente, maar die Elia, ja, die had toch daar het mogen leren kennen in die weg waar de Heeren hem, in die donkere, in die benauwde, waar de afgoden, ja, waar de mensen geofferd werden, gemeente, ja, zo ver was het gekomen. De mensen die werden daaraan nog geofferd, gemeente. En ach, in zulke tijd, ja, daar kwam nou en Elia, een profeet des Heren. En ach, die moest daar nou zijn arbeid gaan verrichten. Die moest het daar nou aan gaan kondigen voor land en volk. Waar we ook mee begonnen zijn van Salomo. Wee uw land en volk, wiens koning en kind is. En welks vorsten in de morgen stond komen te eten. Zo ook deze Elia. Ja, die heeft daar ook gestaan. Maar nou zal het er voor mij en voor ons allen op aankomen, gemeente. We zijn allemaal, wat hier staat, van gelijke beweging, ja, dan zijn wij allemaal hetzelfde door in onze natuurstaat, in onze doodstaat, gemeente. Dan zijn wij allemaal zulke mensenkinderen. En dan zijn we op weg gereisd naar de eeuwigheid, Kinderdijk. Maar hebben we nou ook dat leven van een Elia mogen leren kennen? Niet denken van gelijke beweging, maar hebben we dat leven van een Elia mogen leren kennen? Want die Elia, die heeft wel mogen ervaren, hoor. Ja, die is hier op vijands grondgebied geweest. Ja, die Elia, die hield niet zoveel vrienden over, hoor. Maar die Elia heeft toch wel mogen ervaren dat een Heere kwam te zorgen en dat een Heere voor zijn eigen werk in kwam te staan. Elia was een mens van gelijke beweging als wij. Onze eerste gedachte wat van Elia staat opgetekend. Maar we hadden ook gezegd, ten tweede, de oordelen, ja, die zijn gekomen. Ja, gemeente. Als we zo zo'n ogenblikje zien in dat 10-stammenrijk, daar zien wij de profeet des Heren Elia. Daar zien wij aan de andere zijde Agab en Izebel. Daar zien wij land en volk in de goddeloosheid, in de zonde, in de ongerechtigheid zien wij land en volk gedompeld liggen. Zonden waren geen zonden meer in.